Herinner je je de jongen die met hersenweefsel in zijn neus werd geboren? Dit is wat er met hem is gebeurd. Olly, rustig aan, schat, riep Amy. Haar zoon was altijd zo vol energie, altijd aan het rennen, ook al wist ze dat het gevaarlijk kon zijn. Als hij verkeerd viel, als hij zijn neus maar één keer stootte. Ze huiverde, terwijl ze de woorden van de dokters uit die vroege dagen herinnerde. De waarschuwingen echoden in haar hoofd. Elk trauma aan het aangetaste gebied kan ernstige gevolgen hebben. De kleine jongen stopte abrupt net voor de trap. Keek omhoog naar haar met die grote onschuldige ogen. Zijn neus, iets meer uitgesproken dan die van andere kinderen van zijn leeftijd, gaf hem een onderscheidende uitstraling die nooit faalde om zowel goede als slechte aandacht te trekken. De kleine bult op de brug van zijn neus was nauwelijks zichtbaar voor degene die niet wist waar ze op moesten letten, maar voor Amy was het een constante herinnering aan de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd werden. Sorry mam, flitste hij, terwijl hij die ondeugende glimlach toonde waar ze zo van hield. Zijn voortand ontbrak, een recent verlies dat hem iets deed lispelen, wat zijn charme alleen maar vergrootte. Amy wist een zwakke glimlach tevoorschijn te brengen, maar haar gedachten waren elders. Vandaag was anders. Vandaag waren ze terug voor antwoorden. En ze was niet zeker of ze er klaar voor was om ze te horen. Het gewicht van de onzekerheid drukte op haar schouders, waardoor elke stap naar het dokterskantoor aanvoelde als het lopen door drijfzand. 3 jaar eerder was Olly geboren met een zeldzame aandoening, één die Amy totaal verraste. Zijn hersenen waren door een scheur in zijn schedel gegroeid, wat een kleine zak op zijn neus vormde. De dokters hadden het een encefalocele genoemd, maar Amy noemde het een nachtmerrie. De dag van zijn geboorte, die gevuld had moeten zijn met vreugde en viering, werd in plaats daarvan een wervelwind van medisch jargon, bezorgde gezichten en gefluisterde gesprekken in de ziekenhuisgangen. Er was geen onmiddellijke vreugde toen ze hem voor het eerst vasthield. In plaats daarvan was er angst, een diepe, botte angst die zich als ijs om haar hart wikkelde. Ze herinnerde zich dat ze naar de kleine bult op zijn neus keek, zich volkomen hulpeloos voelde en dacht, hoe kon dit mijn baby overkomen? Ze wist niet hoe ze met de diagnose moest omgaan en de wereld herinnerde haar snel eraan dat niet iedereen Olly zou accepteren zoals hij was. De eerste paar maanden waren een waas van slapeloze nachten, eindeloze doktersafspraken en tranen met telefoontjes naar familieleden die probeerden een aandoening uit te leggen die ze zelf nauwelijks begreep. Amy voelde zich zo alleen. Zelfs met haar ouders en vrienden die om haar heen stonden. Hoe kon iemand echt begrijpen hoe het was om naar je pasgeborene te kijken en je af te vragen of hij zou overleven, of hij zou gedijen, of hij ooit een normaal leven zou hebben? De blikken van vreemden, gefluister en vrede opmerkingen maakten zelfs eenvoudige boodschappen een strijd. Ze herinnerde zich de eerste keer dat ze Olly in zijn kinderwagen meenam en ze voelde een mix van trots en angst. Een oude vrouw had naar binnen gekeken, haar gezicht in shock gedraaid voordat ze haastig wegliep. Amy had daar gestaan, bevroren en voelde zich alsof ze was verslagen. Eén aangrijpende herinnering sprong eruit. Ze was in het park geweest, terwijl ze naar de andere kinderen keek die op de schommel speelden, terwijl Olly in zijn kinderwagen sliep. Een vrouw kwam naar haar toe, eerst met een glimlach, maar haar gezicht veranderde snel toen ze Olly zag. O jee, had de vrouw gezegd, haar stem druipend van medelijden en walging. Wat is er mis met hem? Amy had geprobeerd het uit te leggen. Haar stem trilde, maar de vrouw onderbrak haar. Je weet, zei ze, haar toon feitelijk, hij had nooit geboren moeten worden. Het is wreed om een kind zo te laten leven. De woorden hadden Amy geraakt als een fysieke klap. Ze had Olly verzameld, haastig naar haar auto gerend, waar ze urenlang had zitten huilen, terwijl ze haar kleine jongen tegen haar borst klemde en zich afvroeg hoe iemand zo harteloos kon zijn. De pijn van dat moment hing nog steeds in de lucht. Een litteken op haar hart dat haar herinnerde aan de wreedheid die de wereld kon aanrichten. Maar naarmate de dagen in weken en de weken in maanden veranderden, veranderde iets. Olly was gegroeid en met hem was ook Amy's kracht gegroeid. Ze had hem operatie na operatie zien doorstaan met een veerkracht die ze benijdde. Hij glimlachte door de pijn heen, lachte tijdens het herstel en verlichtte elke kamer die hij binnenkwam met zijn ondeugende capriolen. Zijn eerste operatie was de moeilijkste geweest. Amy herinnerde zich dat ze in de wachtkamer heen en weer liep. Elke tik van de klok voelde als een eeuwigheid. Toen de dokter eindelijk tevoorschijn kwam, zijn gezicht ernstig maar hoopvol, voelde Amy een glimp van iets wat ze maandenlang niet hadden ervaren. Hoop. Terwijl Olly herstelde, verwonderde zijn moeder zich over zijn geest. Zelfs met zijn hoofd gewikkeld in verbanden en buisjes die uit zijn kleine lichaam kronkelden, was hij erin geslaagd om naar haar te glimlachen, terwijl hij met zijn kleine hand naar haar vingertje reikte. In dat moment had ze zichzelf en hem beloofd,
Ze zouden samen alles aangaan wat op hun pad kwam. En ze zouden de wereld nooit zijn licht laten dimmen. Hij was haar echte Pinocchio, zoals ze hem met genegenheid noemde. De bijnaam was begonnen als een grap. Een manier om de stemming tijdens ziekenhuisverblijven te verlichten. Maar het was blijven hangen. Ollie vond het geweldig en vroeg haar vaak om hem het verhaal te vertellen van de marionet die een echte jongen werd. Dat ben ik toch, mam? Vroeg hij, zijn ogen stralend van vreugde. Ik ben speciaal zoals Pinocchio. En terwijl sommige mensen alleen de bult op zijn neus zagen, zag zij zijn grenzeloze geest, vreugde en onwankelbare wil om te gedijen. Ze zag de manier waarop hij oplichtte als hij een nieuwe vaardigheid onder de knie kreeg, de vastberadenheid in zijn ogen als hij een uitdaging aanging. Ze zag zijn liefde voor zijn oudere zus en hij probeerde altijd Annabelle aan het lachen te maken, zelfs op de moeilijkste dagen. Vandaag was de inzet hoger. Ze waren terug in het ziekenhuis, niet alleen voor een routinecontrole, maar om te zien of de laatste complicaties, lichte hoofdpijn, wat duizeligheid, een teken waren van iets ernstigers. Amy zat in de wachtkamer, haar hart bonkte in haar borst, terwijl ze probeerde zich het ergste niet voor te stellen. Een paar momenten later kwam de dokter naar buiten en gebaarde dat Amy hem naar zijn kantoor moest volgen. Ollie bleef achter bij de verpleegkundige, zich gelukkig vermakend met kleurpotloden en een kleurboek. Zijn onschuld en onwetendheid van de ernst van wat er aan de hand was, waren bijna te veel om te verdragen. Amy keek hem een moment aan, zijn tong uitstekend in concentratie, terwijl hij voorzichtig binnen de lijntjes kleurde. Wat zou ze graag willen dat ze hem kon beschermen tegen wat komen ging? Binnen het dokterskantoor was de sfeer beklemmend. De kamer was klein met een groot bureau bedekt met papieren en medische teksten. Certificaten en diploma's sierden de muren, een getuigenis van jarenlange studie en expertise die nu gericht was op de unieke zaak van haar zoon. Dr. Reed, een man van middelbare leeftijd met vriendelijke ogen en grijs wordende slapen, zat tegenover haar, zijn handen netjes op het bureau gevouwen. Amy kende hem sinds de geboorte van Ollie. Ze had in dit kantoor meer gehuild dan ze kon tellen. Hij was bij elke operatie, elke complicatie en elke kleine overwinning geweest. We hebben de laatste scans bekeken, mevrouw Poole, begon hij, zijn toon professioneel maar zacht. Er zat een vriendelijkheid in zijn stem die Amy door de jaren heen was gaan waarderen. Ollie's operatie was succesvol in het repareren van de encefalocele, maar er zijn enkele complicaties die we moeten bespreken. Amy's hartslag versnelde. Ze voelde de muren om zich heen sluiten. Niet weer, dacht ze. Alsjeblieft, niet weer. Haar handen klemden zich om de armleuningen van haar stoel. Haar knokkels werden wit. Dr. Reed vervolgde, zijn ogen nooit van de haren afwendend. Het deel van zijn hersenen dat oorspronkelijk naar buiten stak, heeft wat littekenweefsel ontwikkeld en dat veroorzaakte hoofdpijnen. Het is niet levensbedreigend, maar het vereist wel dat we een tweede operatie overwegen. Amy's gedachten draaiden. Operatie, weer. Ze had nauwelijks de eerste ronde overleefd. Haar zoon onder narcose zien gaan, bidden dat hij bij haar terug zou komen. En nu werd ze gevraagd om alles opnieuw te doen. De herinneringen aan die gespannen uren binnen de wachtkamer, het piepen van de machines, het zien van Ollie's kleine lichaam gewikkeld in verbanden, het kwam allemaal terug. Maar Dr. Reed aarzelde, leunde achterover in zijn stoel. De pauze strekte zich tussen hen uit, zwaar van onuitgesproken woorden. Er is nog iets. Amy's adem stokte in haar keel. Ze maakte zich op voor het ergste. In haar ervaring was er altijd iets anders, altijd weer een horde om te overwinnen. En toch glimlachte de dokter terwijl hij sprak. Het is zeer zeldzaam, maar we hebben opgemerkt dat Ollie's hersenen zich op een ongebruikelijke manier ontwikkelen. Het deel van zijn hersenen dat aanvankelijk in de neusholte was gegroeid, het vertoont tekenen van significante cognitieve functie. Meer dan we zouden verwachten. Amy knipperde verward. De woorden sloegen nergens op. Ze had zich voorbereid op slecht nieuws, op een nieuwe strijd om te vechten. Dit was iets heel anders. Wat betekent dat? Dr. Reed zuchtte, verwijderde zijn bril en kneep in de brug van zijn neus. Het was een gebaar dat Amy veel eerder had gezien, meestal voorafgaand aan een problematische uitleg. We zijn er niet helemaal zeker van, maar het zou kunnen verklaren waarom Ollie in bepaalde gebieden zo geavanceerd is, zijn geheugen en probleemoplossende vaardigheden. Het is alsof zijn hersenen zichzelf opnieuw hebben bedraad. De woorden van de dokter hingen in de lucht tussen hen. Amy's gedachten raasden, terwijl ze probeerde deze nieuwe informatie te verwerken. Ze herinnerde zich al die keren dat ze zich had verwonderd over Ollie's snelle geest, zijn opmerkelijke vermogen om details te onthouden en hoe hij concepten leek te begrijpen die ver voorbij zijn jaren lagen. Was dit de reden vanaf het begin? Amy verliet het kantoor in een roes. Haar geest draaide van tegenstrijdige emoties. Operatie, herbedraaide hersenen, geavanceerde cognitieve functie.
De woorden weer klonken in haar hoofd, maar niets leek logisch. Ze voelde zich alsof ze door een droom liep, de ziekenhuisgangen eindeloos uitstrekkend. De rit naar huis was stil, alleen onderbroken door Annabels af en toe gestelde vragen en Ollie's opgewonden geklets over de nieuwe vrienden die hij in de speelkamer van het ziekenhuis had gemaakt. Amy's gedachten waren elders. Ze herhaalde de woorden van Dr. Reed steeds weer. Wat betekende dit voor Ollie's toekomst, voor hun gezin? Later die avond, nadat de kinderen naar bed waren gegaan, zat Amy in de keuken met een kop thee, starend naar niets. Het huis was stil op het zachte gezoem van de koelkast en het verre geluid van verkeer buiten na. Ollie's regenboogtekening hing aan de koelkast met een magneet, een helder vleugje kleur tegen het witte oppervlak. Ze herhaalde de woorden van Dr. Reed steeds weer in haar hoofd. Wat betekende dit allemaal voor haar zoon? Zou een andere operatie alles oplossen of zou het leiden tot meer complicaties? Meer operaties, meer pijn. En wat te denken van dit herbedraden brein? Was het een zegen of een vloek? Zou Ollie in staat zijn om een normaal leven te leiden of zou hij altijd als anders worden gezien? De vragen draaiden in haar hoofd. Elke vraag leidde naar een andere, totdat ze overweldigd werd door het gewicht van de onzekerheid. Ze dacht eraan om haar ouders te bellen, maar wat zou ze zeggen? Hoe kon ze iets uitleggen dat ze zelf nauwelijks begreep? Ze werd uit haar gedachten gehaald door Ollie's zachte stem achter haar. Mam, mag ik bij je zitten? Ze draaide zich om en zag hem in de deuropening staan, zijn favoriete knuffelkonijn stevig in één hand geklemd. Zijn pyjama, bedekt met kleine ruimteschepen, was iets te groot. De mouwen hingen over zijn handen. Zijn neus had nog steeds die lichte bult, een herinnering aan alles wat ze samen hadden meegemaakt. Natuurlijk, schat, zei ze, terwijl ze haar armen opende. Hij liep voorzichtig over de keukenvloer en kroop op haar schoot, leunend met zijn hoofd tegen haar borst. Amy voelde de warmte van zijn kleine lichaam, het constante ritme van zijn ademhaling. Al haar zorgen vervaagden voor een moment, vervangen door een overweldigende liefde voor deze dappere mooie jongen. Moet ik weer terug naar het ziekenhuis? Vroeg hij, zijn stem amper een fluistering. Er was een hint van angst in zijn toon, een trilling die Amy's hart brak. Amy slikte moeilijk, terwijl ze haar tranen tegenhield. Ze wilde hem beschermen, hem afschermen van de pijn en de onzekerheid die voor hem lagen. Maar ze had altijd beloofd eerlijk tegen hem te zijn, hem te behandelen met het respect dat hij verdiende. Ja, Ollie, maar het is om je beter te laten voelen. Hij was een moment stil. Zijn vingers speelden met het oor van zijn knuffelkonijn. Toen keek hij op met die grote, onschuldige ogen die leken wijsheid te bevatten die ver boven zijn jaren uitstak. Zal het pijn doen? Amy's keel verstrakte. Ze wilde liegen en vertellen dat alles goed zou komen, dat hij niet zou voelen, maar dat kon ze niet. Een beetje gaf ze toe, terwijl haar stem iets brak. Maar je bent de dapperste jongen die ik ken. Hij glimlachte met die ondeugende grijns die altijd de zijne was geweest en nestelde zich weer in haar armen. Ik kom er wel, mam, maak je geen zorgen. En net zo smolt al Amy's angst, al haar twijfel weg. Want Ollie had gelijk. Hij zou het goed maken. Hij moest het. Hij was haar kleine jongen die geboren was met een brein in zijn neus. En wat de toekomst ook zou brengen, hij had al bewezen dat hij alles aankon dat de wereld hem voorschotelde. Heb jij ooit een uitdagende medische situatie meegemaakt die je kracht en veerkracht op de proef stelde? Hoe zou jij de emotionele achtbaan van het opvoeden van een kind met een zeldzame aandoening zoals die van Ollie aanpakken? Denk je dat het uiteindelijk goed met hem zou komen? Deel je gedachten in de reacties hieronder en sluit je bij ons aan voor meer spannende verhalen zoals deze.